Sterke wijken waar mensen zich prettig voelen, goed samenleven en anderen ondersteunen waar nodig is. Ook inwoners in een kwetsbare positie. Hoe krijg je dat voor elkaar? In het vierjarige project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op deze vraag. We organiseren reflectiesessies met mensen uit het veld, verzorgen publicaties met inspirerende praktijkvoorbeelden, maken filmpjes over lokale initiatieven en organiseren podcastseries waarin betrokkenen bij interessante initiatieven hun ervaring delen. In een nieuwe, vierdelige podcastserie gaan Jolinde Dermo en Olaf Stomp in gesprek met direct betrokkenen bij initiatieven op verschillende plekken in het land. Hartelijk welkom bij deze derde aflevering van deze vierdelige podcastserie Wij in de Wijk. Werken aan leefbare wijken en buurten. In deze serie gaan we in gesprek met betrokkenen en professionals die zich inzetten voor prettig samenwonen en leven van inwoners in buurten en wijken. Mijn naam is Olaf Stomp van Movisie en samen met mijn collega Jolinde Dermo gaan we in gesprek met betrokkenen bij het initiatief Vonk in de Wijk. Te gast zijn vandaag Marileen Fabels en Rens Wijnakker. Welkom allebei. Willen jullie kort even vertellen, misschien te beginnen bij Rens, hoe je betrokken bent bij Vonk? Ik ben betrokken bij de werkgroep De Groene Loper. En dat is een groep bewoners van Hilversum Oost die zich inzet voor vergroening van de wijk. En eigenlijk is Vonk voor ons een soort uitvalsbasis. Dus we zitten daar vaak voor overleggen, maar we gebruiken het ook voor allerlei andere activiteiten. Dus op die manier betrokken geraakt ook bij Vonk. Marileen, dankjewel. Rens? Ik ben de kwartiermaker bij Vonk in de Wijk. Dus degene die de activiteiten organiseert, mensen zoekt voor dingen. Van alles en nog wat komt erbij kijken. Het is heel breed wat ik daar doe. Het is Vonk in de Wijk is een leegstandoplossing. Dus een gebouw wat een tijdelijke broedplaats is. Ja, want als we even de luisteraar proberen mee te nemen. Ja. Want waar bevindt Vonk zich en wat zien we dan? En komt bij Vonk binnenlopen? Wij zijn gevraagd door Duurdoek Wonen, die de eigenaar is, om invulling te geven aan dit gebouw en het terrein. En Stichting Lola heeft dat uitgevoerd. Dus ik val weer onder Stichting Lola. En die doen leegstandsoplossing op een maatschappelijke manier. Dus juist ook voor de buurt weer wat te kunnen teruggeven. Dat zo'n leegstaand gebouw niet 10 jaar leegstand staat en niks betekent voor de buren. Alleen maar van waarom kunnen we daar niet terecht? Kunnen ze er nu terecht? Staat het hek en de deur open en zijn er van allerlei dingen te doen? Mm-hmm. En in ons geval proberen we dan mensen nog te betrekken bij het thema duurzaamheid. Maar dus ook het vergroenen van de wijk vinden we heel belangrijk. Omdat, en jullie zijn 2 jaar geleden begonnen, dacht ik, hè? In 2020, ja. Dus al bijna 3 jaar. Want het was 1 februari, 3 februari dat we de sleutel kregen. Net voor corona, ja. Hmm. En in wat voor buurt of wijk staat Vonk? Die wijk over het spoor waar je vroeger liever niet wilde wonen. Maar waar wij heel graag en met plezier wonen. En ik denk ook dat het een wijk is met potentie. Het is van huis uit dus wel inderdaad heel grijs en versteend. Dus mensen hebben wel tuintjes, maar super klein, heel veel betegeld. En er staan allerlei industrietjes van vroeger ook verspreid door de wijk. En dat gaat langzaam, daarvan is Vonk er ook één trouwens, plat. En dan komt de woningbouw. En dan krijgen we nog meer woningen. En we zijn al op zich best wel een aardig verdichte wijk. En wij willen ook met de Groene Loper eigenlijk zorgen dat er gewoon ademruimte en groen en dat voor een diepe zucht ruimte blijft. Ja. Ja, het was vroeger echt een arbeiderswijk met grote fabrieken midden in de wijk. De grote fabrieken zijn allemaal al verdwenen en er staan inderdaad nog een paar kleinere. En zo is de wijk aan het transformeren. Dus er wonen ook heel veel verschillende leeftijden en leefstijlen door elkaar. En jij noemde Marileen net die verdichting. Hè? Want het is in veel gemeenten is dat het beleid bouwen. Mm-hmm. Er is een woningtekort. Mm-hmm. Dus dat lijkt me iets wat misschien voor jullie initiatief ook best lastig is om je daartoe te verhouden. Ja, tegen het feit dat het moet gebeuren, dat er woningen moeten komen. Daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Nee, maar de manier waarop wel. En daar hebben we met de Groene Loper ook wel echt wel dingen mee bereikt. Dat kan Rens denk ik ook goed vertellen. Maar we hebben echt geprobeerd om openbare ruimte ook terug te krijgen op locaties.
Dus ofwel dat er buitenruimte groen blijft, dat er ondergronds geparkeerd wordt. Maar dat de bewoners van de wijk dus toegang hebben tot dat groen wat er dan bij die nieuwe woningen komt. Dat is dus een van de dingen. En wat was jullie belangrijkste missie aan het begin? Hè? Van wat willen we bereiken? Wat willen we doen met Vonk? Met Vonk willen we heel graag informeren en inspireren op een hele laagdrempelige manier als het gaat om duurzaamheid en dus ook om groen. Dus dat mensen echt gewoon direct een mogelijkheid zien om een stap te nemen. Dus we hebben bijvoorbeeld een hele succesvolle regentonnenactie gehad. In combinatie, of in samenwerking moet ik zeggen, met de gemeente. Die werden gratis uitgedeeld in onze wijk. En dat betekende dat buurtbewoners ook bij ons over de drempel kwamen. En onze missie was echt van, ja, sluit dat ding aan, doe dat. En de volgende actie was een plantenactie. Zet dat plantje in de tuin, trek er een tegel uit. Dus wij proberen echt aan te jagen waar het kan en mensen daartoe te inspireren. En jullie missie is ook breed, hè? Dat is niet alleen groen, Dat is ook circulariteit, duurzame werkplekken. Ja. Maar wij zeggen ook eigenlijk altijd sociale duurzaamheid, omdat als je met elkaar zo de wijk bouwt, zeg maar, of dingen, activiteiten doet, krijg je ook verbindingen met elkaar. En dan ga je gewoon meer zorg dragen voor elkaar, zoals ik dat in mijn eigen straat heb meegemaakt. Als nu een paar van die oudere mensen die er al 40, 50 jaar wonen, ziek zijn of ook iets met plantjes willen, maar er niet kunnen bukken. En dat je dan even komt helpen. En die houden we even vast. Hè? Dus hoe je verbinding met bewoners krijgt, hè? Door het thema duurzaamheid. Mm-hmm. Even naar Rens, om ook jouw betrokkenheid even te duiden. Wat kun je daarover vertellen? Ik ben helemaal niet sociaal ingesteld. Dus dat is een beetje overdreven gezegd, maar dat is waar Marileen en ik elkaar volgens mij heel goed aanvullen. Ik ben ik ben landschapsarchitect. Ik werk als landschapsarchitect. En toen ik in deze wijk in Hilversum-Oost kwam wonen, dacht ik, het ligt voor het oprapen. Er zijn overal onbenutte hoekjes en gaatjes waar het echt wel groener zou kunnen. Dus dat is hoe ik me inzet voor de groene loper, om veel meer onderzoekend te kijken waar mogelijkheden zijn voor meer groen. En daarmee ook voornamelijk probeer om de gemeente ervan te overtuigen dat de ambities die zij hebben, steeds als zij zeggen we gaan dit pleintje aanpakken, dan ga ik onderzoeken of die ambities niet groter kunnen dan dat zij denken wat kan. Dus ik probeer eigenlijk op die manier ervoor te zorgen dat, als zij zeggen we maken hier 10 vierkante meter groen, dan proberen wij er 100 vierkante meter groen van te maken. En als zij zeggen 100, dan proberen wij er 1000 van te maken. En dat is eigenlijk wat ik voornamelijk doe binnen de groep. En lukt dat? Want het staat, we hadden het net over die verdichting en grote woningnood die er is, of behoefte om te bouwen. Ja. Lukt dat? Je hebt verschillende type ontwikkelingen. Je hebt inderdaad de gebiedsontwikkelingen met woningbouw. En daar dus zijn gewoon harde afspraken die vastgesteld zijn over hoeveel groen daarin moet zitten. En je ziet dat projectontwikkelaars toch altijd wel daar de grenzen van opzoeken en daar overheen gaan. Dus daar is het echt een kwestie van met de lineaal langs de tekening gaan en kijken of aan die hoeveelheid wordt voldaan. Je moet er echt heel alert op zijn. Dat het groen erin blijft. Ja, en dat is één aspect. Het andere is dat er ook geïnvesteerd wordt in de bestaande openbare ruimte. En daar heeft de gemeente meer zeggenschap. En daar is ook voornamelijk de uitdaging om inderdaad gewoon vooral het projectgebied te vergroten. Dus wat we eigenlijk steeds doen is, zij zetten een rood lijntje om een speeltuintje heen. En ik zeg, dat speeltuintje ligt op een plein. En dat plein ligt aan een straat. Eigenlijk is het veel logischer om die plein en die straat ook in één keer aan te pakken. Speeltuintje staat niet op zich. Precies. En zo proberen we dat eigenlijk op te plussen. Dat vind ik toch wel een hele sociale blik, hoor. Ja. Ja, dat is wel grappig inderdaad, want we hebben echt een hele rij speeltuintjes nu waar natuurspeeltuinen van gemaakt worden, wat eerst eigenlijk een beetje van die treurige grijze wipkip dingen waren. En daarvan had ik er ook één achter mijn huis en ben ik op die manier ook begonnen van kan dat niet anders. Mijn kinderen waren al lang de deur uit, maar ik zie wel de meerwaarde daarvan. En elke keer als ik nu uit mijn slaapkamerraam kijk, dan zie ik ook daar gewoon hele blije kinderen spelen. En van die speeltuintjes, dat hebben we ook opgeplust. Hè? Van,
Ik weet niet wat de oorsprong was, 6 of zo. Het zouden er 4 worden en toen werden het er 6. En ze werden dan ook groter. En toen hebben we eigenlijk gewoon de hele gemeente enthousiast gemaakt. Want nu wil iedereen natuurspeeltuintjes in Hilversum. Ja. In alle wijken. Ja, ja. We hebben Movisie heeft een publicatie uitgebracht over Wij in de Wijk. Waarin een reportage over Vonk in de Wijk maakt er onderdeel van uit. Ik licht daar even een citaat uit. Een citaat van een van de betrokken inwoners. En die zegt: de koplopers lopen nu erg ver vooruit en zien de toekomst van de wereld soms wat somber in. Ze zijn groen met een zwart randje. De mensen die daar net op volgen zien soms nog iets meer handelingsperspectief. Zij zijn groen met een glittertje. Juist die tweede groep mensen biedt een kans om de rest van de buurt ook mee te krijgen. De mensen die niet meteen warm lopen voor het thema duurzaamheid. Het einde van het citaat van de inwoner. Dus voor ons eigenlijk de opmaat naar de vraag van hoe lukt het jullie om verschillende soorten bewoners te betrekken bij het thema duurzaamheid? Nou, voor ons is het sowieso belangrijk dat de buurt een keer binnenwandelt. Bijvoorbeeld met die regentonactie komen dan ook buren binnen die normaal gesproken niet met duurzaamheid bezig zijn, maar dat wel graag willen. En dan komen ze en dan zien ze wat er gebeurt. Dan komen ze een volgende keer misschien terug. Dus wij willen in die zin ook dat vonkje in de wijk zijn. Dus zijn we misschien op een andere manier dat glittertje van... Dat is wel een grappige metafoor. We sprankelen naar de wijk van, waardoor mensen daar iets van opvangen. En het dan ook vervolgens toch gaan doen. Of toch mee in aanraking komen. En dat is het beroemde sneeuwbaleffect. Dat als je ergens één keer aan begint, dat dan ook de volgende stap makkelijker gezet is. En dat willen we bij Vonk doen. Dus in die zin passen we heel goed bij dat citaat. En hoe is het bereik van Vonk op dit moment? Dus kun je iets duiden daarin over misschien aantallen of wat voor type bezoekers er bij jullie komen? Kun je daar iets over vertellen? Er komen best wel veel mensen uit de wijk. Er zijn inmiddels ook heel veel ex-Amsterdammers komen wonen dus. En die zoeken allemaal naar iets om de hoek, zeg maar. Daar zijn wij een van die dingen van. Want in Amsterdam heb je dat op elke hoek, maar bij in Hilversum zeker niet. En zeker niet in Hilversum Oost. Dus dat is ook nog wel iets voor de toekomstige ontwikkeling. Maar ze komen bij ons voor de horeca, die dan volledig plantaardig is. We hebben een vliegtuigbouwer. Dat is natuurlijk ook een bouweffect, waardoor ook heel andere mensen weer binnenkomen. Maar we maken ook op NL Doet met elkaar de tuin schoon of ruimen op of gaan snoeien. En dan krijg je weer buurtbewoners erbij. We hebben nu iemand die komt, die had een wormenhotel geïnitieerd in de straat en dat verwaarloost. En dan hebben ze gezegd, wij adopteren het dus. Dus komt straks bij ons. En dan heb je weer iemand erbij die zich al op een bepaalde manier inzet. En ook zich weer gebruikt een beetje initiatieven die er al zijn, ja. of die adopteer je. Of je verbindt ze aan elkaar. Om ook andere bewoners mogelijk nog niet betrokken zijn daar in mee te nemen. Altijd eigenlijk in mijn achtergrond zat het dat ik heel veel dingen in mijn rugzak verzamel. En op het juiste moment eruit haal en aan elkaar knoop. Dat je van, dan moet je die hebben of kunnen we dat doen. En via politiek of via de buurt of via iemand die je toevallig hebt ontmoet. Ik kan me ook voorstellen dat er bewoners zijn die voor wie duurzaamheid een ver van een bedshow is. Ja, zeker. Je vertelde net iets over de wijk en over de bewoners. En we leven in een tijd van waarin de inflatie hoog is. Mensen niet al te veel geld overhouden aan het eind van de maand. Is dat lastig voor een initiatief als Vonk? Of zeg je van dat is dat? Wij hebben eigenlijk, als we ruimtes vuren of flexplekken, dan is het eigenlijk juist heel erg goedkoop, omdat het anti-kraak is. Dus als je iets in die richting zoekt, proberen de dingen ook heel lokaal te houden. Wat eigenlijk zijn dan ondernemers, sociale ondernemers? Van allerlei ondernemers die zich met duurzaamheid dan bezighouden of een winkeltje hebben of zo. En producten lokaal zoeken scheelt natuurlijk ook wel qua kosten. Waar volgens mij voor een deel de kracht in zit, dat gaat over jouw vorige vraag, maar ook over deze vraag, is dat ik zei net al, in onze wijk komen heel veel leefstijlen bij elkaar.
En zeker door de grote verandering die er is, doordat er heel veel import uit de omliggende steden is, zijn veel mensen die er al heel lang wonen, die vinden dat niet alleen maar leuk, dat daar allemaal nieuwe mensen met kinderen en bakfietsen komen wonen. En in onze werkgroep zitten ook mensen die geboren en getogen zijn in deze wijken, die soms 20, 30 meter van waar ze geboren zijn nu wonen. Ja. En die hebben weer een heel ander netwerk binnen de wijk. En dat maakt bijvoorbeeld als het gaat over veiligheid, want dat is soms, dat zie je soms dat mensen groen als onveilig beschouwen. Ja. Die brengen dat ook in de groep. En dat, want er zijn heel veel, zeker in het verleden zijn er heel veel slechte ervaringen geweest. Kun je dat nog iets uitleggen van waarom is groen wordt groen als onveilig gezien? Nou, er zijn, de wijk zelf, daar waren vroeger heel erg veel hangjongeren. En daar zijn vrij heftige incidenten geweest tot een aantal jaar geleden. En dat speelde zich vaak af op eigenlijk de pleintjes die we nu aanpakken. En daarmee merk je dat dat weer opgerakeld wordt op het moment dat je gaat praten over de toekomst van een plein. Hè. Dan willen bewoners bijvoorbeeld liever geen bankjes, omdat dat hangjongeren aantrekt. Hebben dat toch in hun hoofd zitten? Bijvoorbeeld, of hoge beplantingen die ervoor zorgen dat je minder overzicht hebt over de pleintjes. En ook het spelen zelf. Hè. Dus dat maakt ook gewoon, dat levert ook soms overlast op. Als zo'n schommel in de vorm van een soort visnet wordt gebruikt door kinderen van 13 in plaats van kinderen van 6, die daar met z'n vijven op heel hard gaan schommelen en lawaai gaan maken. En dat is iets waar wel weerstand tegen is. Maar tegelijkertijd wijst de praktijk wel uit dat effect heel erg meevalt. En dat heeft ook weer te maken met die toch, ja, het klinkt een beetje wetenschappelijk, maar met de demografische ontwikkeling van de wijk. Hè. Dus er zijn Er nieuwe groepen zijn gekomen, bedoel je? Ja, die jonge lui die zijn intussen volwassen. En daarvoor in de plaats komen al die Amsterdamse juppen. En daardoor is die groep overlastgevende jongeren veel kleiner. Dus ze zijn niet weg. Ik hoor ze s'nachts ook voor onze deuren hangen. Ja, maakt mij niet zoveel uit als ze alles maar heel laten. Ja, maar jij zei net ook iets interessants. Dat je benoemde dat die autochtone groep ook nog steeds tot de initiatiefnemers, of niet zozeer initiatiefnemers, maar ook nog steeds meedoen. Ja, ja. Dus ik maakte daaruit op van het is eigenlijk ook wel complementair. Je hebt die nieuwe groep en die oude groep. Klopt, en dat is ook echt belangrijk, want bijvoorbeeld als wij soms dan doen we een schouw in de wijk en dan gaan we met de groep en ook met mensen van de gemeente gaan we rondlopen. En dan ga je op straat staan praten. Hey, kijk, hier zou het wel groener kunnen. Hier zou wel een stukje tegels eruit en een plantje erin. Hè? Op dat niveau. En het komt wel voor dat er dan gewoon buurtbewoners deur openzwaaien en zeggen. En die gaan en beginnen over de parkeerdruk. Hè? En die zeggen, geen parkeerplek minder hier. En ook over al die bouwvakkers die hier komen parkeren omdat het nog gratis is. En 100, weet je wel, dan begint dat hele verhaal. Ja. En ik ben daar helemaal niet goed in. En volgens mij jij ook niet, Marileen, om dat gesprek aan te gaan. Maar zo'n werkgroeplid die hier al heel lang woont, die stapt er gewoon op af, maakt een praatje en zegt, ja, wij zijn hier en daar mee bezig en maak je geen zorgen. Maar dat is een hele interessante. Dat zouden dus ook als les voor andere initiatieven, is het dus zo'n rol van een verbinder en die mix. Ja. In dat soort situaties kan heel erg waardevol zijn. Waren die ook al vanaf het begin af aan in die werkgroep betrokken? Of hoe is dat gelukt om eigenlijk die mix te krijgen? Er zijn een paar mensen die al jaren super betrokken zijn bij gemeentelijke veranderingen of initiatieven. En een daarvan heb ik dus toen ook ontmoet. Die kwam eigenlijk met eenzelfde soort thema als waar ik mee kwam. Je mocht toen voor die verkiezingen van 2018 geloof ik, dus op een zeepkist gaan staan wat je als toekomstbeeld had voor Hilversum. En daar was ik op geklommen en dat andere groepslid ook. En toen hebben we elkaar dus na afloop gevonden, laten we kijken of we samen kunnen optrekken. En daar is dit langzaam helemaal uit voortgekomen.
En ja, je hebt die, je hebt inderdaad ook soortgenoten nodig die voor hetzelfde thema. Ja. Met complementaire vaardigheden. Ja, precies. Ja, want iedereen heeft zo zijn eigen talent om, om iets aan te pakken of voor elkaar te krijgen. Of, en dat is dan heel leuk. Dus langzamerhand is dat ook in de groep wel wat duidelijker. Dat dan de een die gaat daar achteraan en de ander gaat daar achteraan. En is ook iemand goed met digitale staartjes en puntjes op de kaart. En ja, maar maakt dat ook... wil jij iets vragen? Vroeg ik aan Jolinde. Jij bent initiatiefneemster, Marileen. Je zegt net ook al iets over wat bijdragen van anderen zijn. Maar je bent ook een boegbeeld. Maar hoe zorgen jullie ervoor dat het initiatief duurzaam blijft? Dat het niet alleen maar verbonden is aan jou? Kunnen jullie dat borgen? Of continuïteit is misschien een beter woord dan een begripsverwarring te voorkomen. Daar ben ik met Vonk wel voor aan het lobbyen. Dat er een vaste plek blijft, ook als dit wordt gesloopt inderdaad. Waar je duurzaamheid ontmoet, zeg maar. En dat kunnen die groene dingen zijn. Het kan sociale duurzaamheid zijn. Maar maar ook in personen. Dus niet alleen jij. Het zou kunnen zijn dat jij op een gegeven moment zegt... Nou, ik ga iets anders doen. Ja, dat zou zo kunnen. Ja. Maar blijft Vonk dan overeind? Ja, nou, mijn hoop is dat je met die vonkjes die je uitslaat... dat er wel vonkjes overgenomen worden. Dus dat het wel in die zin dat sneeuwbaleffect is. Dat dingen doorgaan en dat ze zich ontwikkelen. En ik zie ook wel als ik terugkijk, ook niet alleen op dit stukje werk, maar op ander werk, dat je voor sommige dingen gewoon echt enorme aanlooptijd nodig hebt. Marileen, hoe zie jij nu de toekomst? Ik ben niet zo erg bezig met waar zit ik dan over al hierna, zeg maar, naar dit pand, maar wel met gewoon met de missie eigenlijk. En die missie wat betreft die leefbaarheid van je directe omgeving. Heb ik zelf ook destijds ervaren toen ik ziek was, dat ik ook niet makkelijk naar het bos kon, maar wel in mijn eigen wijk. En dan als je alleen maar naar de brievenbus op en neer kan over de straat, dan is dat niet zo inspirerend. Nou, oudere buurvrouwen en mannen, die hebben datzelfde. Die maken kleine rondjes in de wijk. En ik gun die mensen ook echt... Belangrijker dat die leefomgeving prettig is. Want je voelt gewoon, en zeg maar die tendens is ook, dat mensen zich bewust worden van hoe belangrijk het is om in groen te kunnen verblijven. En dat moet ook gewoon heel direct in je leefomgeving zitten. Jullie waren aanvankelijk zelfvoorzienend, maar nu gefinancierd door de gemeente, als ik goed ben geïnformeerd. Ja? Ja, dat zou wel grappig zijn. Niet? Welke, de zelfvoorzienende of de financiering? In die financiering? Nee, ik heb er wel heel hard voor gelobbyd, omdat ik heel graag activiteitengeld zou willen hebben. We zijn inderdaad zelfvoorzienend, dus wat er binnenkomt gaat er eigenlijk ook weer uit aan alle dingen die we nodig hebben of verplicht zijn te betalen. Maar we merken dat we eigenlijk geen geld overhouden voor, noem maar een dwarsstraat, een filmavond of een lezing of iets dergelijks. Die ook weer aansluiten bij de onderwerpen waar we het over gehad hadden. Er is al een duurzaamheidsplatform dat gefinancierd wordt. En daar zitten we nu te praten of daar eventueel een partnerschap mogelijk is. Maar de gemeente heeft ons wel geholpen tijdens de corona. Want wij kregen dus net de sleutel vooraf. Jullie zijn inderdaad vlak voor corona gestart. Mede afhankelijk van zaalverhuur en die was er natuurlijk niet. Ben je wel voor gecompenseerd. Dus de gemeente denkt zeker wel mee in de zin van waar ze ons kunnen faciliteren, zeg maar. Maar we hebben dus niet een subsidiepotje of zo. En werken jullie met anderen in de wijk samen, met welzijnsorganisaties, zeker als het gaat om die sociale component van wat jullie doen? Ja, we hebben wel samenwerking met scholen gehad. We hebben met Versa Welzijn een kort lijntje. Kun je een voorbeeld noemen? Hoe ziet die samenwerking eruit? Helemaal in die coronatijd hebben we ook met het wijkcentrum De Geus en met Versa Welzijn... aandacht gecreëerd eigenlijk met een kerstkaartje ook voor mensen die oud en eenzaam ergens achter een deur zaten of kwetsbaar. Hè? Want dat was toen niemand kon de deur uit als dat zo was. En daar waren mensen gewoon super blij dat je met een klein plantje langs de deur ging van kom even dag en hallo zeggen en met een kaartje en een attentie. Sommige mensen die pakten echt uit in het gesprek omdat het misschien de eerste persoon
in levende lijven sinds tijden was die zich liet zien. En een vrouw zei ook van ja, ik zie alleen maar overdag al die arme mensen heen en weer gaan die hier aan het bouwen zijn, die bouwmensen. En dus dat. En dat hebben we samen met Versa Welzijn gedaan, omdat wij niet een lijst met adressen hadden en zij die voor ons wel konden samenstellen en het buurthuis weer een aanvulling gaf. Ja, en, dus ook daar weer dat complementaire, wat ook al eerder in het gesprek aan bod kwam. Ja, dat zijn eigenlijk die aanknoopgelegenheden. Hè? Dus die dingen waar je aan elkaar kan knopen. Ja. Wij gaan nu met kerst, hebben we ook een kerstmarkt. En toen was er ineens een poppenspeelster in de wijk die een gerecycled poppentheater heeft. En die heeft als thema post. En toen dachten we gelijk weer aan die kerstkaarten. Dus hebben we dat weer met Versa Welzijn gevraagd, van kunnen we dat doen? En inmiddels hebben we ook een postbode die elke dag bij ons binnenloopt, die altijd een praatje maakt. en die willen we vragen. Laten we die dan weer vragen van wil jij dan iets met die kerstkaartjes komen doen, dat je ze ophaalt en dat er iets gemaakt kan worden door kinderen in de wijk. En komen er ook nou veel initiatieven die uiteindelijk binnen Vonk een plek krijgen, komen die nou ook soms uit de wijk? Hebben jullie op die manier ook de voelsprieten uitstaan, zeg maar? Ja. Naar bewoners. En kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Twee wel. We hebben recent een vrouw gekregen die heel graag naait en dingen verstelt en dingen vermaakt. Twee ochtenden in de week, maar dat dan niet thuis wilde doen. Dus die komt dat nu bij ons doen. Dat ze ook meer in de setting van andere doeners wil zitten. En die betrekken we dan weer bij onze activiteiten. Dus zij is voor zichzelf nu bezig. Maar als we met Sinterklaas recycles Sint hebben en feestkledingenruil, dan gaat zij er zitten met een naaimachine en je wil die broek wel, maar hij is net te lang. Dan kan ze hem innemen, bijvoorbeeld. Oh, mooi, en dat is superleuk. Dus zij komt uit de wijk, een andere vrouw van die prachtige nagels die ik hier heb, die lakt bij ons. En dat is in diverse kleuren met glittertjes met bloemetjes erop. En voor de duurzame dagen speciaal gemaakt in allerlei kleurtjes. Maar ik ben eigenlijk niet zo van de nagellak, maar deze die ruik je dus niet. En het is vegan en dierproefvrij. Zij wilde heel graag voor één dag. Ze zei, je ruikt het niet. En ik wil heel graag één dag een kantoor om dat te kunnen doen. Dus dat wilden we wel doen. Maar toen we door het gebouw liepen, toen was er ook een hoek die je mogelijk zelf kon aftimmeren. Nou, ze heeft hele handige familieleden, dus die hebben dat voor haar gedaan. En nu heeft ze haar eigen nagelstudio. En ze woont echt 5 minuutjes weg. Dus ze kan heen en weer voor haar klanten. En dat zowel op zaterdagochtend als donderdagavond als woensdagmiddag. En ze zit nu vol met het aantal klanten wat ze wil. En dat had ze op die ene dag nooit gered, omdat niet iedereen op die ene dag kan. En zijn dat altijd mensen die komen binnenlopen? Of zijn dat ook zijn jullie ook op andere manieren op zoek, zeg maar, naar hoe gaat dat? Ja, heel wisselend. Mensen lopen of binnen bij een activiteit of uit een heel ander soort activiteit. Want als ze onze zaal huren, hoeft dat niet voor iets duurzaams te zijn. Maar dan proeven we het wel letterlijk, zeg maar. Ja, even contact. Ja, we vinden het ook altijd heel leuk als de gemeente of de woningcorporaties komen en dat we ze allemaal plantaardig laten eten. En dan zie je ze zo kijken van, kan dat? Ja, dat kan. En dat, tot hun groot verrassing, is het dan ook nog heel erg lekker. Ja, dus het komt overal wel vandaan. En mensen hebben of gehoord of een keer zelf een bezoek gebracht. Nu noem je er wel eentje die ik soms nog wel mis. En dat zijn de woningbouwcorporaties. Hè? Dus er zit heel veel sociale woningbouw bij ons in de wijk. Er zit ook het hoofdkantoor van een van de grote sociale woningbouwers in de omgeving. En dat is een partij die mis je als partner. Ja, of, die of, moeilijk of, is als, mee te krijgen. Hè? Dus die zien de vergroening, dat is niet meer of al heel lang niet meer, valt ook binnen hun kerntaken. Terwijl ze hebben wel bijvoorbeeld best veel grond. En dan moet er op een, vrij zakelijk onderhandeld worden tussen de gemeente en de woningbouwvereniging om bijvoorbeeld een stukje grond te kunnen overdragen. Wat ook natuurlijk in het belang is van die woningbouwvereniging zelf. Sleutel dat vinden wijk beter om wordt. Woningcorporaties toch mee te krijgen in in dat gesprek. Ja. We hebben dan nu best als Vonk best wel met die twee ook te maken. Met twee te maken, moet ik zeggen. En waarvan die ene grote. Dus ik zou gewoon eens die mensen moeten aanspreken. Van wie kan ik daarvoor benaderen? En dan eens kijken of we die ook aan de groene loper weer kunnen knopen.
Maar het is wel, ze hebben soms zoveel ook druk op hun werkzaamheden. En zeker nu met alle hoogoplopende bouwkosten, ja, noem maar op. Dit is dan nog een dat een merk extra. Ik ook, dus, ja, want wij... Ja, dus wij dat is nog een missie om... Ja. Die, ja, op het wel, lijstje staat. Ja. En niet onbelangrijk. Want ook juist in die delen waar veel sociale woningbouw is, merken we dat het moeilijker is om mensen betrokken te krijgen. Dus als je bijvoorbeeld de betrokken mensen van de Groene Loper op een kaartje stipt, dan zie je dat is verspreid over de wijk. Behalve in de stukken waar het zeg maar 100% sociale woningbouw is. Mm-hmm. En dan zie je ook uiteindelijk toch dat daar ook minder gebeurt. We zetten ons met elkaar in voor de hele wijk. Maar bijvoorbeeld... We zijn met een man of zes en als er pleintjes vergroend worden, dan zijn het altijd de dichtstbijzijnde bewoners die dan bij dat pleintje de bewoners erbij betrekken, andere bewoners bij betrekken enzovoorts. En dat gaat gewoon lastiger in de stukken waar minder leden van onze werkgroep zitten. En dat is dan jammer dat dan de wijk is met sociale woningbouw. Want dat is juist eigenlijk waar het ook heel hard nodig is om de openbare ruimte beter te maken. Ja, we hebben een andere... Verbinding moeten we daar maken. Ja. Een zoektocht om te leggen. Inderdaad. Nou, volgens mij zijn we al toe aan de wrap-up, om het maar even in deze Nederlandse term te gieten. Ik heb even geen Nederlandse vertaling daarvoor. Jolinde, je hebt meegeschreven. Samenvatting heet dat toch? Oh, een samenvatting. Ja. Ik wil gewoon interessant doen. Denk ik. Ja, ik heb twee hele mooie punten gehoord eigenlijk, die jullie hebben aangedragen in dit gesprek. Aan de ene kant hoe Vonk eigenlijk duurzaamheid via een soort sneeuwbaleffect de wijk in probeert te brengen. Dus echt die verbinding zoekt met al bestaande initiatieven of met bewoners in de wijk. En daarin ook vooral, viel me op, heel complementair probeert te zijn aan andere organisaties. En heel erg de samenwerking daarin opzoekt. En wat me is bijgebleven is... die werkgroep met mensen die eigenlijk vanaf het begin van Vonk al gevormd is. Juist met mensen die al actief waren in de wijk, die er al heel lang woonden. Een soort van sleutelfiguren misschien wel. Tegelijkertijd samen met een groep bewoners die nieuw in de wijk is komen wonen. Dus ik kan me voorstellen dat een hele mooie is om mee te nemen. Dat je op die manier toch echt wel vanaf het bouwen van het initiatief zorgt voor die diversiteit in bewoners. Nou, Jolinde, dankjewel voor deze... samenvatting, want zo heet dat gewoon in het Nederlands. Nou, hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering en dit gesprek. Marileen en Rens, heel erg bedankt voor dit gesprek en jullie komst naar de studio van Movisie. En voor het delen van jullie ervaringen. Graag gedaan. Ja, ook graag gedaan dat we nog lang mogen blijven vonken. Zo is het. Ook mijn collega Jolinde bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Meer informatie over Movisie en ons project Wij in de Wijk kun je vinden op www.movisie.nl. Tot ziens!